Ja, kijkers van Marseille, even een korte update tussendoor. Ik wil eerst zeggen dat ik waarschijnlijk, ben er niet alvast, maar waarschijnlijk, maandagmiddag ga ik livestreamen vanaf een uur of drie. Want ja, ik heb vakantie dan. Jullie hebben waarschijnlijk ook kerstvakantie. En eerder heb ik gewoon echt geen tijd. Dus maandagmiddag ga ik lekker Assassin's Creed livestreamen. En ik hoop dat ik dan een beetje de livestreams van de afgelopen week terug kan krijgen. Zeg maar van de afgelopen weken, dat ik dus niet gestreamd heb. Hoop ik die dus een beetje, ja, dus een vrij lange stream te gaan houden. En mijn haar zit echt verpest, joh. Nou ja, boeit niet. En natuurlijk van de video's van de afgelopen weken, want die waren ook een stuk minder dan ik had gewild. Dus maandag ga ik 's ochtends lekker opnemen en 's middags ga ik lekker streamen. Dus ja, wordt hartstikke leuk. Dat wil ik eerst zeggen. En dan ga ik jullie nu vertellen waarom er de afgelopen tijd wat minder video's kwamen. Nou, het is inmiddels een beetje richting de vakantie aan het gaan, dus ik heb nu weer wat rustiger. Maar ik had gewoon echt ontzettend druk met school. Want ik heb een profielwerkstuk. Dat moet je in HAVO 5 moet je dat gewoon gemaakt hebben. En het beste kun je daar dus vrij vroeg mee beginnen. Alleen dat had ik niet gedaan. Dus ik was echt op het laatste moment nog allemaal dingen aan het testen. En allemaal dingen nog aan het doen. En nu moet ik hem dus zeggen. Het is ons eindelijk gelukt om te maken wat we wilden maken. We wilden zorgen dat je in je eigen schaduw kan gaan staan. Nou, dat is vrij lastig. En het is ook totaal niet in overeenstemming met de wetten van de natuur. Dus wij hebben dat een beetje geprobeerd om dat wel voor elkaar te krijgen. En het is ons gelukt. Dus nou ja, dat gaan wij lekker presenteren dit weekend. Dus ik ga morgenavond ga ik de boel bouwen daar waar wij dat presenteren. Dus op een festival bij ons in Groningen, Orbitfest. Mocht je in de buurt van Groningen zijn, kom dan gezellig even langs. Vrijdag tot en met zondag is dat. En dan elke dag van 5 tot 10, dacht ik. Vrijdag ben ik er zelf alleen pas vanaf 8:30. Dus dat wordt op zich best wel leuk. Waarom ik er vrijdag pas vanaf 8:30 ben, dat vertel ik later wel. Maar goed, daar sta ik dus met mijn profielstuk sta ik dus op dat hele leuke festival de boel te presteren. En kun je dus zelf ook proberen om in je eigen schouder te staan. We nemen wat kleurfilters mee, dus het wordt hartstikke gezellig. En ik zal even een linkje in de beschrijving zetten naar de webpagina van het Orbitfest. Dus, ja, dan weet je dat ook weer. Dat is dus een aantal dingen wat ik wilde vertellen. Plus dat ik het gewoon druk had met een paar PO's die ingeleverd moesten worden. Dat zijn dus praktische opdrachten. Ik heb een management en organisatie PO in moeten leveren. En er stond ook nog een biologie PO gepland voor vandaag, woensdag. Dus voor jullie gisteren. Oh, ik weet niet. Maar in ieder geval woensdag 16 december. Maar die is gelukkig 5 weken verplaatst. Dus daar heb ik iets meer tijd voor nu. Dus ja, dat is een beetje leuk eigenlijk. Dus daarvoor heb ik wat meer tijd nu. En dan kan ik ook iets rustiger aan doen met van alles en nog wat. Ik heb morgen, dus donderdag 17 december, heb ik nog een Nederlands SE wat ik moet maken. En er worden ondertussen WhatsAppjes gestuurd. Hartstikke leuk. Ik zal even muten. Maar dan heb ik dus nog een Nederlands examen wat gemaakt moet worden. Die is herkansbaar, dus op zich maakt het niet heel veel uit als ik die eens een keertje verpest. Maar ik ga wel gewoon proberen om dat zo snel mogelijk gewoon goed te doen. En ik had vorige week donderdag had ik een natuurkunde examen wat ik ging herkansen. Dus ja, dat was ook een beetje druk. Plus nog wat boeken wat ik moet lezen voor Nederlands en Engels. Dus ja, ik heb genoeg te doen in mijn vakantie ook nog. Maar ik wil ook eindelijk in de vakantie weer een beetje tijd hebben voor mezelf. Een beetje lekker video's maken, lekker gamen. Want dat heb ik gewoon heel weinig kunnen doen. Ik heb wel een aantal video's nog kunnen kijken. Maar het tijd voor mezelf hebben, lekker kunnen gamen, lekker kunnen video's maken, dat is er niet echt van gekomen. Dus daar wil ik het, dat wil ik sowieso een beetje terug gaan brengen. Dus. Waarom ben ik er vrijdag niet? Of tenminste, vrijdag pas vanaf 8:30. Omdat ik vrijdag weg ben. Ja, vrijdag ben ik naar Heerlen toe. Voor de mensen die het een beetje volgen met 3FM en zo. Dit jaar staat Serious Request in het thema van oorlogsgebieden waar kinderen gewoon niet goed kunnen opgroeien. Daar zijn wij met school ook mee bezig geweest met een actiehouden. En met een hele groep hebben we dus lekker in een winkelcentrum muziek gemaakt.
En in een schoenenwinkel bij ons in de binnenstad hebben we muziek gemaakt. We zijn bij de docentenkamer is er muziek gemaakt. Nou, ik zelf was eigenlijk alleen maar mee voor het filmen daarvan. En ja, dat is gewoon ook leuk. En daar heb ik lekker leuke video's van gemaakt. En we zijn bij een radiostudio geweest om daar op te treden en te filmen. Dus dat was allemaal hartstikke gaaf. En het echt wat ontzettend gaaf is, is dat wij dus vrijdag gewoon een rondleiding krijgen door het Glazen Huis heen. Omdat wij meedoen met de Buurman Music Academy. En daar hadden wij dan de meest originele actie van iedereen die aan de Buurman Music Academy meedeed met die challenge. Had onze school. Dus nu krijgen wij een rondleiding door het Glazen Huis. Dus dat wordt best wel cool. En ik ga dat ook filmen. Dus dat wordt ook best wel gaaf. En ik probeer er een hele leuke vlog van te maken. Mijn werken gaat vrijdagochtend om 4:15. Heerlijk vroeg. Want om 6:30 moeten wij bij school weg. Ja. 6:30 gaan we weg. 4 uur in de bus zitten naar Heerlen toe. En dan krijgen we daar een rondleiding door het Glazen Huis heen. Met nog een heel programma eromheen. Dus dat is best wel wat te doen. En ik ben pas om 8:00 terug. Dus dan ga ik om 8:00 ga ik rechtstreeks door naar het Orbitfest om daar weer te staan. Nog meer. Ja, dit weekend ben ik ook ontzettend druk bezig. Want dit weekend heb ik dus dat Orbitfest onder andere. Maar ik sta ook overdag dit weekend nog bij die mensen waarmee wij dus naar het Glazen Huis toe gaan. We staan wij in het winkelcentrum waar we al een keer eerder hebben gestaan. Gaan we nog een keer spelen. We hebben een kraampje gekregen op de kerstmarkt. Dus dat is best wel leuk. Daar doe ik dan de techniek bij. En ga ik lekker filmen voor jullie. Dus, of nou niet voor jullie, maar voor school en zo. Want dat is wel leuk. Dus daar ben ik ook mee bezig. En dat is eigenlijk mijn weekend. En dan heb ik maandag gewoon eindelijk rust. Ik heb wel nog een aantal dingen die ik voor school moet doen in de vakantie. Dus ik heb genoeg te doen. Maar ik probeer wel tof video's voor jullie te maken. Want de video's die ik nog wil maken is eigenlijk best bekeken video's van 2015. Ik heb al uitgezocht welke video's dat moeten zijn. Dus daar ben ik al wel een klein beetje mee bezig geweest. Welke video's zijn de best bekeken video's van 2015? Die van december staat op dit moment dus nog op een mogelijkheid. Het kan best zijn dat het een andere video wordt nog. Maar daar ga ik eigenlijk niet van uit. Ik wil eigenlijk ook nog de kanaaltrailer af hebben. Want ik wil mijn kanaaltrailer begin 2016 direct online kunnen gooien. Net zoals mijn video over Office 2016. Ik heb laatst Office 2016 geïnstalleerd. En daar wil ik ook een video over maken. En ja. Maar lekker leuk om daar dus heel 2016 mee af te trappen. Dat dat de eerste video is die ik in 2016 upload. Want weet je, dat is gewoon een hele toffe video lijkt me dat. Met nieuwe software, compleet nieuw Office pakket. Lijkt me gewoon hartstikke gaaf. Maar goed, dan moet ik wel eerst het script daarvoor afzien te krijgen. Filmen en ook nog een keer bewerken voordat het eindelijk 2016 is. En dat gaat best wel snel eigenlijk. Dus daar moet ik eigenlijk een beetje mee opschieten nu. Nou ja, dat is een beetje waar ik mee bezig ben op dit moment. Ik ben ook aan het denken over hoe ik mijn kanaal verder wil laten gaan. Waarschijnlijk gewoon sowieso de games blijven gewoon. Tech Talk blijft gewoon. En ik probeer wat meer te gaan vloggen. Ik probeer elke dag gewoon te uploaden. En een beetje meer extra video's tussendoor te gooien eigenlijk. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat ik mijn school gewoon haal. Daar ligt op dit moment even de prioriteit bij. Maar wat voor games er dus online komen, daar ben ik ook nog een beetje over na aan het denken van, weet je, wat zijn nou toffe games om te hebben en om te doen op mijn kanaal. Want ik heb dus een nieuwe videokaart. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben, maar daar komt binnenkort als het goed is ook nog een video over. Maar ik kan dus weer wat extra games kan ik opnemen, dus dat wordt best wel gaaf. Ik heb nog wel een aantal plannen liggen, maar ik heb niet zo heel veel games meer die ik at the moment heb. En ik zit ook een beetje krap bij kast, dus daar moet ik ook een beetje op gaan letten. Dus ik ga mijn best doen om gewoon elke dag weer een nieuwe video voor jullie klaar te hebben binnenkort. Heb ik nog meer wat ik wil melden? Moet ik even heel goed nadenken. Denk het niet eigenlijk. Oh ja, ja jawel, ik heb nog wel een unboxing liggen. Die moet ik nog bewerken. En er komt nog vervolg van. Want ik heb oortjes besteld en een koptelefoon besteld. Alleen met de koptelefoon was wat mis. Dus daar, die heb ik weer teruggestuurd. En heb ik nog niks meer over gehoord. Want ja, weet je, decembermaand, drukke maand. Dus het kan best zijn dat het heeft vertraging. Dat snap ik ook wel. Maar ik heb er nu al meer dan een week niks meer van gehoord. Dus dat is een beetje jammer. Ja. Dus daar ga ik misschien binnenkort ook nog wel weer eens een keertje achteraan. Even kijken hoe het ermee staat.
Want ja, ik heb nog echt totaal niks erover gehoord. Dat vind ik jammer. Dus ik ga daar binnenkort wel weer eventjes achteraan. Maar dat komt er dus binnenkort ook aan, jongens. Weer een lekkere unboxing video. Zowel van mijn videokaart als dus van mijn koptelefoon en mijn oortjes. Dus dat wordt best wel cool. In ieder geval, jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb ervan genoten, jongens. Wat? Genoten? Van de drukke tijd? Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, ik vond het op zich wel fijn om een beetje rust te hebben weer in mijn... Of een beetje niet met YouTube bezig te zijn. Daar ging de laatste tijd toch best wel wat tijd in zitten. En waar ik vooral heel erg blij mee ben, is hoe jullie nog steeds mijn video's gewoon blijven kijken. Want ik heb, serieus waar, ik heb een hele poos niks geüpload. Maar de uploads, de weergaven stijgen gewoon. Ik heb nog steeds 733 weergaven de afgelopen 28 dagen. Dat zijn er vet veel. En sterker nog, 12 december nog gewoon 137 weergaven gehad. Holy shit jongens, dat is echt vet veel. Of 29 november, nou toen was ik volgens mij nog wel aan het uploaden, maar dan had ik 180 weergaven. Waar slaat het op? 3 december, 62. Ja, 5 december, 121. Jullie hoorden Sinterklaas te vieren, maar hebben gewoon lekker mijn video's zitten kijken. Nou, daar ben ik echt ontzettend blij mee, dat gewoon doorgaat. Zo. En ik hoop dat we dat kunnen verdubbelen de komende periode, jongens. Gemiddeld 750 weergaven per maand. Laten we dat verdubbelen naar dus in totaal 1500 weergaven per maand. Dat is mijn doel voor aankomend jaar. Mijn doel dus voor eind 2016 is 400 abonnees. Als we dat halen, zou dat echt super basis zijn. En minimaal 1500 weergaven per maand gemiddeld. Dat zou zo ontzettend gaaf zijn als we dat gewoon weten te halen. En het totaal aantal weergaven van 30.000. Hoe gaaf zou dat zijn? Ik zit nu inmiddels op... Hoeveel weergaven heb ik in totaal? Ik heb nu in totaal... hoeveel zijn het er? 14.500. Waarvan 8.000 dit jaar zijn. Dat zijn er vet veel. Dus als we daar... Ja, als we daar dus... Nog 15.000 van kunnen maken. Oké, dan wordt het misschien een beste klus. Maar hoe gaaf zou het zijn als ik volgend jaar eindig weer zo'n vlog maak van... Jongens, ik heb het ontzettend druk. Maar jullie zijn nog steeds gewoon met 1500 weergaven per maand mijn video's aan het bekijken. En ik heb nu een totaal van 30.000 weergaven in de maand. En ik heb 400 abonnees. Dat zou zo gaaf zijn. Dus laten we dat gewoon gaan proberen, jongens. 2016 wordt een fantastisch jaar voor ons. Ik weet het zeker. Het begin is een beetje rustig, maar uiteindelijk komt het goed. Dus, jongens, blijf alsjeblieft bij mij op mijn kanaal. Want in 2016 gaan we weer heerlijk knallen. Ik ga weer lekker video's uploaden, lekker veel tech talk. Ik heb zeker weten nog wel wat technische onderwerpen waar ik het met jullie over wil hebben. En ik heb ook zeker weten nog een aantal hele top video's die ik ga maken voor jullie. Ik probeer nieuwe gear te krijgen. En van alles en nog wat, mijn nieuwe edit skills zoals jullie in mijn setup video hebben gezien, probeer ik toe te passen. Want jullie vonden dat hartstikke tof. Dus, daar ga ik mee bezig, jongens. Hartstikke bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog als je mij ook in 2016 weer gaat steunen. En dan zie ik jullie graag binnenkort weer, aankomende maandag, bij een livestream, hier op mijn kanaal. Tot later.